das hängt halt nach Inklusivität. Die Definition von Inklusivität ist die folgende: Om niemand uit te schakelen op grond van ras, geslacht, klas, seksualiteit, ongeschiktheid enzovoorts. Dan die volgende een is geen discriminatie in plaats van in de bezigheid. Dan die derde kopen is dat elke moet gelijke kansen in die wijsblik. Nou, als we gaan kijken naar inclusiviteit in termen van ras, geslacht enzovoorts, gaan ons nou naar die volgende voorbeelden gaan dit verwijs. Als je kijkt naar die voorbeelden, als je kijkt naar geslacht. Hoe discrimineren mensen tegen geslacht? Mensen discrimineren tegen wanneer die bezigheid sê, ons neem net mans in dienst. Dan is dat discriminatie. Kom eens kijken naar ras. Wanneer dat gediscrimineerd wordt tegen ras, dan betekent dat daar wordt net een zekere ras in dienst geneem in die wijsblikken. Dan die volgende, ongeschiktheid. Wanneer personen wat ongeschikt is, geweier word om aansoek te doen vir werk by die besigheid.